Hallo jongens, vandaag ga ik jullie vertellen over voedzame olie voor jullie huid, ook voor gezicht, ook voor je lichaam. En dat wordt olie gemaakt op basis van olijfolie en paardenbloemen. Wat ik wil jullie eerst wat vertellen, want in die paardenbloemen zitten heel veel vitamine A en vitamine E. Vitamine A en E die lossen zich in vetten. Dus natuurlijk gaan we dit combineren met olie. Maar waarom gaan we dit olie gebruiken? Want wat doet die vitamine met ons? Dat zorgt dat onze huid wordt heel soepel. Dat je versnelt, dat je krijgt niet zo snel rimpels. Maar ja, jullie kunnen zien, ik heb nog steeds geen rimpels. En dat blijft, die verkleuringen wat je soms hebt op oudere leeftijd, dat kan ook een beetje vertragen. En ik noem dat eigenlijk mijn gouden olie. Want ja, dat is gewoon zo gezond. En wat doet die eigenlijk vitamine E? En vitamine E zorgt dat die vocht wat blijft in onze huid, die blijft binnen. Die gaat niet uitdrogen. Dus ik zou zeggen, je hoeft niet zoals misschien niet naar de winkel gaan en crème kopen, want dat koop ik niet. Want ik ben meestal allergisch en ik kon niks gebruiken. Gewoon ga maar puur in natuur en probeer maar experimenteren en dan krijg je echt, word je gewoon heel blij dat je kan zulke dingen zelf maken. En als jullie dat leuk vinden, kunnen jullie ook kijken op mijn andere filmpje. Hoe kan je maken siroop van paardenbloemen? En hoe die gezond is voor ons immuunsysteem, voor onze weerstand. Dus je kan mijn linkje aanklikken en dan weet je wel genoeg. Ik weet niet of jullie dat weten, maar in die bloemen, door het mengen met olie, dan creëer je eigenlijk een natuurlijke retinol. En retinol, die zit in meest allemaal crème, die zijn hartstikke duur. Om onze verouderingsprocessen vertragen. Onze rimpels even minder zichtbaar maken. Onze verkleuringen. Dus ja, je kan zo simpel met zo'n bloemen wonderen gerichten. Kijk eens jongens, hoe kun je dit zelf maken? Ga je dit bloemetjes plukken? Probeer je dat geen diertjes zitten, geen insecten. Ga je dit gouden, gele blaadjes plukken? En dit gooien we in de potje. En dan jullie zien, dan kan je een beetje zo kijken, nou zit zoveel. En ik heb hier twee potjes voor jullie, want ik wil laten zien, maken we olie. En in andere potje, dan maken wij tonic. Om het gezicht te schoonmaken, om te reinigen. Hoe gaan we dat doen? Dus kijk, dit zijn die bloemetjes. Dan pak ik mijn olijfolie. En dan gaan we één deel van bloemen en één deel van die olie. Je moet zorgen dat die blaadjes zitten onder olie. Zo. Die ga je dicht doen. Die ga je heel goed schudden. Dat is proportie 1 tot 1. En zo olie, die ga je in donkere plek 2 weken laten masseren. Maceraat, dus je gaat die masseren. Dus ga je dit elke dag schudden in donkere plek. Dan laat ik jullie nog zien de tonic. Dan ga je dit mengen met appelazijn. En dit is hetzelfde 1 voor 1. Dus moet je zorgen dat die blaadjes, dat die zitten onder azijn. Doe je die dicht. Die ga je ook heel goed schudden, dat die bloemetjes, die moeten blijven. En dat doe je net zoals die olie, 2 weken. Na 2 weken ga je dit gewoon zeven door een doek. Doe je gewoon apart. En met dat olie, dan kan je natuurlijk je gezicht insmeren, je huid. Dan krijg je een beetje ook, dat wordt een beetje mooi geel kleuren. Dan krijg je ook heel voedzame olie. Maar met die azijn, dan is het een tonic. Je gaat niet die pure azijn op je gezicht smeren. Ga je 1 lepel azijn gebruiken en 4 lepel water. Dat ga je mengen en je gezicht ga je goed schoonmaken. Dit is hartstikke goed voor je puistjes. Stel maar, heb je ontstekingen, acne op je gezicht. Dat is heel, heel voedzame tonic en natuurlijk olie. En dit kan je zelf maken. Dus jongens, ik wens jullie heel veel succes. Ga maar proberen. Je mag me altijd liken. Duimpje omhoog. Abonneren. En dan vertel ik jullie nog leuke recepten.
Doei!